Dus ga beginnen met serveren. Ladies and gentlemen, please stop walking behind the players. Thank you. Ja hoor. Twee keer dezelfde kans. 15-30. Uiterst geslepen, Monica Celeste. Uiterst ervaren. Kan heel goed met achterstanden in de game, in de wedstrijd omgaan. 15-30, tweede opslag. En 30 gelijk. Service van de Amerikaanse. Is niet haar sterkste wapen, maar hij is vaak in die eerste opslag goed geplaatst. En zij gebruikt hem in wezen alleen om de bal in het spel te brengen. Ze slaat zelden een ace. Die miste. Daar redden ze zich toch aardig, want ze stond behoorlijk onder druk. Moest één handje loslaten, daarnet. Maar door deze bal draaide de balans in de slagenwisseling om. Evengoed is er een breekkans voor Dokic. En die pakt de eerste game van de wedstrijd. First game. Verbeter speelstrook, Jelena Dokic. Monica Seles, dit jaar winnares van het toernooi van Oklahoma City. Winnend van Capriati in de finale. Tweemaal finalisten in San Diego en Los Angeles. Heeft goed gespeeld de laatste weken, Seles. Los Angeles was het toernooi dat vorige week werd gehouden, San Diego de week daarvoor. En dat is een hele slimme bal. Bewegen van de Amerikaanse. Is goed verzorgd van links naar rechts, achter in het veld. Maar naar voren starten naar de korte bal, dat kost meer moeite. En ook een dubbele fout voor Dokic in haar eerste service game. Een van de voordelen voor Dokic is dat ze niet onder de indruk is van Celes. Ze is nauwelijks onder de indruk van tegenstanders. Dat bewees ze onder andere 2 jaar geleden toen ze in de eerste ronde van het toernooi van Wimbledon heel verrassend won van Martina Hingis. 13-14. En daarna doorging naar de kwartfinale in dat toernooi.
Want dat was 2 jaar geleden. Ja, dat zei ik correct. Vorig jaar halve finalist op Wimbledon. Maar nu toch een breekpunt voor Monica Seles. En die pakte gewoon meteen de service game terug. 1-1. One game on. Speelt hij voor de tweede maal, Dokic. Eindigde vorig jaar op de 26e positie. Is dus flink wat gestegen dit jaar. Tot nu toe haar beste seizoen uit haar carrière.15. Ze ziet het geweldig snel waar die bal komt, Monica Seles. Anticipeert fantastisch. Staat eigenlijk altijd goed voor de bal met die dubbelhandige slagen. Kan die bal zo snel opnemen vanaf het stuitpunt. En legt daarmee een geweldige druk op haar tegenstander. En ze pakt de derde game van de eerste set. Monica Seles leidt dus met 2-1. We gaan er kort uit. De stand is hier 2-1 in het voordeel van Monica Seles. 2 breaks in 3 games hebben we gezien. Eerste game brak Dokic de opslag van Amerikaanse. En de tweede game brak Seles direct terug. Ik zei daarnet al dat ze in een behoorlijke vorm steekt door de 2 finale plaatsen afgelopen weken te hebben gehaald. Monica Seles in San Diego en Los Angeles. Ook een halve finale in Stanford. En ze won daar onder andere van Jennifer Capriati, van Serena Williams en 2-man van Martina Hingis. Dat is natuurlijk niet mis te verstaan. En ook lekker zo vlak voor de US Open. Via de Grand Slam toernooi dat volgende week maandag begint in New York. En dat is al de derde dubbele fout van Jelena Dokic. Kijk eens waar Seles staat voor de baseline. Dat is ook weer zo'n voordeel, als je die bal snel neemt en die veel vaart heeft, dan komen dit soort gelukjes wat frequenter. En opnieuw een breekkans voor Monica Seles. Dat doet ze handig en slim. Cheers.
is Dokic. Tweede breakkans voor Monica Seles. Dat was jammer. Die bal die heeft net het net geraakt. Goed geplaatst. Voor elkaar zien te krijgen, maar dat is niet makkelijk. Cheers. Seles met één handje. Moet ze alleen maar één hand loslaten als ze echt uit positie wordt gespeeld. Ja, fantastische return weer. Ze raakt die bal zeg maar zo'n anderhalf, twee meter achter de servicelijn. Dus heel dicht het net in wezen. Derde breekkans. Dokic zet er iedere keer een tandje bij. Speelt haar 17e toernooi, deze Joegoslavische. Seles heeft veel minder gespeeld. Dit is haar 11e. Heel mooi. Nee, dit keer valt hij aan dezelfde kant terug. Deze was wat onder druk gespeeld. Noodoplossing. Gaat ook fout. Vierde breekkans. Seles. Cheers. Ballboy. En de eerste is van Jelena Dokic. En hoor eens even, dat wordt begroet door de toeschouwers. Met een groot applaus. Stopt een klein beetje met de opslag, maar dit kan natuurlijk weer een ommekeer geven. Ja. Seles geeft ook niet op. Seles is overigens geboren ook in Servië, in Novi Sad. 27 jaar geleden. Maar op jonge leeftijd verhuisd naar Amerika. Ja.
begint het tempo nu wat op te pakken. Advantage Stodic. Schitterend. Wordt echt heel goed getennist op deze middelmatig snelle baan. Hard is die zeker. Zelfde ondergrond als straks bij de US Open. Lange game. Wie gaat er mee aan de haal? Breekpunt nummer 5 voor Seles. Ja, en eindelijk is het raak. Een enorme kreun van de Amerikaanse. En ze breekt hier voor de tweede maal. De opslag van Jelena Tokic. Leidt met 3-1 in de eerste set. Maar wat een lange game. En wat kostte dat een inspanning? Want het tempo lag gigantisch hoog. In deze heeft Tokic toch een soort spel dat Seles goed ligt. Houdt ervan als de tegenstander ook fors doorslaat. Love 15. Het gaat ook wel eens net fout. En nu twee breekkansen weer voor Tokic. De breekpunten Seles al 7 stuks. 2 benut. En dit is de tweede breekkans van Tokic. En ze benut hem. En breekt dus terug. En zo is het 3-2 in de eerste set. Voor de nummer 5 van de plaatsingslijst. Monica Seles.
staat goed te spelen. Probeert Dokic toch onder druk te houden en met haar eigen spel te bedwingen. Dokic loopt goed en is eigenlijk toch die laatste twee games wat meer dat tempo van Celis gaan oppikken. In het begin had ze daar wat moeite mee. Komt ook heel wat op je af hoor, kan ik u melden. De ballen worden zo snel genomen. Je krijgt zo weinig tijd om te reageren en ook om je te herstellen. Iedere klap moet in deze raak zijn. Moet of goed geplaatst of snel genomen. Liefst een combinatie van beide. Of diep in het veld van de ander worden gespeeld. Dokic gaat opslaan. Dit is haar vierde dubbele fout. Van een bal. Eén hand losgelaten. De bal draait ook naar de zijkant weg. Draait in wezen dus nog weg van Celis. Maar die maakt dan niet eens meer aanstalten. Nou, alleen nog aanstalten om de bal te halen. En nog een goede opslag eroverheen. Dokic komt terug van een 3-1 achterstand naar 3-3. Wordt goed aangemoedigd ook door een aantal toeschouwers. Altijd prettig. Tweede dubbele fout, Celis. Love 13. Ladies and gentlemen, as a courtesy to the players, please remain quiet between first and second serve. Thank you. Ja, nu vraagt de scheidsrechter, dat is helemaal terecht, om stil te zijn tussen de eerste en de tweede service. Het publiek is wat luidruchtig. Niet sportief natuurlijk ook, om je dan te laten horen. Ja, Marcelus heeft het nu goed door. Begint daar wat rekening mee te houden met die korte bal van Dokic. 13.
Prachtige bal. Schitterend in het hoekje geplaatst. Beetje aangesneden om de controle te bewaren. Dan natuurlijk de klap uit de lucht. En weer is het net Celes gunstig gezind. De tweede maal. En zo komt ze 3 punten terug in deze game. Twee dubbele fouten in deze 7e game. En dan toch 4 punten op rij maken. En zo leidt Monica Seles toch gewoon met 4-3 in de eerste set. De Amerikaanse beschikt over zo'n geweldige geestelijke discipline. Behalve dat ze altijd vasthoudt aan een bepaald stramien van spelen. Een bepaalde tactiek. Ze verder ook... Zo gedreven en gemotiveerd dat ze ieder punt als het ware los van het andere kan spelen. Punt voor punt. Vooral als er een punt wordt verloren, dan is je bij wijze van spreken bij het volgende punt dubbel geconcentreerd. Dat is de kracht, de klasse van Monica Seles. Die toch ook al zo'n tijd mee draait aan de top. Een paar jaar eruit was na dat steekincident in 1993 in Hamburg. Daar niet zozeer lichamelijk, maar vooral geestelijke gevolgen van ondervond. Negatieve gevolgen. Maar gelukkig weer is gaan spelen. En op een heel waardig en een heel goed niveau. Een hele sympathieke dame ook. Die door een heleboel speelsters ook als voorbeeld wordt genomen. Jelena Dokić serveert 3-4. Eerste set. Bal is net uit. Mooi om te zien met deze lage camerapositie hoe Seles dan weer de goede hoek kiest. Deze daar aan de baseline stond en Dokić die bij alle kanten op had kunnen spelen. Nou, dat is de derde keer. Ja, ze heeft het toernooi 4 keer gewonnen. Dus er is toch iets speciaals met deze baan. En misschien ook wel met dat net. En Monica Seles. Maar ja, voor Dokić is wel om depressief van te worden. Prachtig, deze lage opnames. Heel mooi te zien hoe snel het gaat. En dan een dubbele fout van de weeromstuit. De 5e. En 2 breakkansen voor de Amerikaanse. Ball. Een breekkans over. En ze redt zich, Dokić. Yes. Bal.
derde kans om naar 5-3 uit te lopen. Monica Seles. Advantage Seles. Oh, en ze mist hem. Dat was toch de kans. De bal kwam kort terug, maar misschien wat verrassend. En het is inderdaad 5-3 voor de Amerikaanse. En ze kan die eerste set nu zelf gaan uitserveren. Ja, dit is ongelooflijk hoe snel dit gaat. Kijk nou toch eens, prachtig door de knieën heen. Gebogen en hele korte racketbeweging. En dat is de eerste ace van Seles. In het lichaam wat geserveerd van Dokic. En zo zijn er 3 setpunten. Oh, en die is net uit. 40-30. 1 setpunt over. De eerste set gaat met 6-3 naar Monica Seles. 5 breaks zaten erin. Maar ze speelt gewoon beter op dit moment dan Jelena Doncic. We gaan er kort uit. Graag tot na de pauze. Maar het gegeven dat de Amerikaanse dus al die breakkansen creëert, zegt iets over de service games van de Joegoslavische. En die had met name aan het begin van de eerste set wat problemen. Heeft ook in het totaal al 5 dubbele fouten geslagen. Seles is een van de allerbeste returns van de wereld. Samen met Lindsay Davenport wat mij betreft. En ook natuurlijk de zusjes Williams als ze in vorm zijn. Capriati hoort daar ook wel bij. En dan is het toch opletten geblazen nu voor de 18-jarige Joegoslavische. Want voordat ze het weet schiet nu de partij tussen haar vingers door. Bal. Thank you.
13-30. Ja, en weer hielp het net daar Celes. Zei het dan dat ze er nog even wat arbeid voor moest verrichten voor de winst van dit punt. Maar Dokic is vanaf dat moment toch in het nadeel. Breekkans. Celes. En zo pakt ze al meteen in de openingsgame van de tweede set de service game van Jelena Dokic. Ook dat weet je van Celes als ze zo'n set wint, dat ze direct daarna aan het begin van de nieuwe set extra alert is. Eigenlijk het liefst meteen op een flinke voorsprong komt. Tweede ace. Rekt zich helemaal uit. Monica Seles is 1,79 meter lang. De televisie lijkt ze niet zo lang, korter. Een behoorlijke lichaamslengte natuurlijk voor een vrouwelijke tennisspeelster. Die is net uit. Cheers. De bal is vrij lang onderweg. Dokic staat er ook net achter de achterlijn. Maar speelt hem op een heel onverwacht moment. En verrast de Amerikaanse daarmee. Ook dat is natuurlijk de manier om succesvol te zijn met een dropshot. Maar Celes houdt vol. Dokic's lichaamstaal begint nu toch wat tekenen te vertonen van ja, wat berusting, zou je haast zeggen. Twee keer eerder heeft ze verloren van Celes. Vorig jaar op gravel in Italië.
Ja, dat is vragen om probleem. En op een hardcourt in Sydney bij de Olympische Spelen, de finale van dat toernooi. En ook deze partij vindt plaats op een hardcourt. In Sydney verloor ze in twee sets, vrij dik. En nu gaat dat daar opnieuw schijn van krijgen, dat ook deze wedstrijd duidelijk wordt gedomineerd door Seles. 2-0. Zesde dubbele fout van de wedstrijd. Dat is heel knap. Ze overleeft deze game. Heel belangrijk om enigszins aan te klampen bij Monica Seles. 2-1 voor de Amerikaanse tweede set. En de eerste won Seles ook met 6-3. 2-1 is de stand hier in de tweede set. Het voordeel van deze Monica Seles. En ze gaat zelf opslaan. Kijkt in de zon aan die kant van de baan. Maakte de break op de service van Dokic al meteen in de openingsgame van deze tweede set. Publiek moedigt Dokic aan. We hebben natuurlijk toch ook hele goede slagenwisselingen gezien. Prachtige rallies. En daar willen we allemaal meer van zien. 15. Weer zo'n moment dat ze heel weinig tijd heeft om die bal te spelen. Dan moet je technisch zo perfect die beweging maken. En de derde ace. Ze zag hem
uit. Misschien staat ze ervoor, dat zou best kunnen. Maar ja, dan moet de scheidsrechter of de lijnrechter dat aangeven. We zijn weer bij 40 gelijk. Ja, bal is uit. Zijn er toch eventjes van de kook. Christina Olausson. Grijpt natuurlijk niet in. Zo'n bal aan de andere kant van het net. Voor haar moeilijk te beoordelen. Breekkant Stokic nu. En dat is nummer 4. Ja hoor, het abonnement heeft Celis op het net. Yes. En nu moet Dokic er ook maar om lachen. Ja, wat moet je anders? Kans voor de Joegoslavische. Celis toch even uit de ritme gebracht door die bal daarnet aan de zijkant. De smash die ze miste. Ze in het net sloeg. Voor Dokic toch een kans om de wedstrijd weer om te draaien. Dat is de tweede keer dat ze op precies datzelfde plekje een ace slaat in deze game. Knap hoor. Twee breekkansen tegen. Stond 40-15 voor. En zo is het dan toch 3-1 voor de nummer 5 van de plaatsingslijst. Nummer 8 van de wereld. 27 jaar inmiddels. Monica Seles al professional vanaf februari 1989. Zo'n 12 jaar. 12,5 jaar. Die is uit. En nu grijpt wel de scheidsrechter in. Want dat gebeurt aan haar kant. Onder haar neus om precies te zijn. Dit is de bal vanaf de andere kant gefilmd. Zij zag hem in. Ze krijgen dus een led. Tweede opslag. Ze mochten de led nemen daarnet. Celis was nog niet klaar. Ja, 4-1. Maar ja, dit zet niet zoveel zoden aan de dijk. Langer.
13. Zevende dubbele fout. Dat is zonde. Dat is heel zonde. Ja, want dat vreesde ik al met grote vrezen. Als het dan niet 40-0, maar 15-30 of 30-15 wordt, dan staat voor Ceres meteen een aanknopingspunt om opnieuw door die service heen te komen van Dokic. Keurig. Prima game toch van Jelena Dokic. Ze komt één game terug tot 2-3. En Ceres leidt dus nog steeds in de tweede set. Tweede stand hier in het voordeel van Monica Seles. Tweede set. En de Amerikaanse gaat serveren. Take your seats, please. Nu een kansje misschien voor Dokic om zich helemaal terug te plaatsen in de wedstrijd. Terug naar 30 gelijk. Ja, open veld. Even het vuistje van Dokic. 30-40. Ceres loopt daarin een boog, want ze stond wat op het verkeerde been. Moest dus zich wat herstellen in haar aanlooproute. En een breekkans voor Dokic. Ja, en de vorige service game van Ceres. Daarin zaten ook al twee breekkans voor de Joegoslavische. Dat is een hele
Welkomen is nummer 5. Slaat hem heel graag door het midden over die lage kant van het net. Daar heeft ze al die aces geslagen. De meeste overigens vanaf de linkerkant. En ook die is uit. En zo gaat de Amerikaanse toch naar een 4-2 voorsprong. Ze had in ieder geval alle tijd om een volledige zwaaibeweging te maken. En hem voluit te spelen, die bal. Het zegt natuurlijk toch iets over de kwaliteit van die dropshots. Ze werkte er echt heel hard voor. Ze loopt op alles wat beweegt. Komt daar fractie te laat. Ja, nu is die uit. Duidelijk te zien het verschil tussen ballen die ze echt van tevoren, als het ware, inplant als dropshot. En deze laatste, dat was weer zo'n uit nood gespeelde bal. Dat gaat meestal fout. En terug naar 40 gelijk. Celes kruipt daar iedere keer naar voren. Om die tweede opslag nog weer harder te slaan en sneller te nemen. En die is goed, die valt net binnen de lijn. En opnieuw komt ze één game terug. 4-3. Celes nog steeds op een breakvoorsprong. En ook op een kleine voorsprong in games in deze tweede set. Tokic kwam net weer terug. Eén game, 4-3 voor Celes. Stond wel in die game achter, maar redde het toch. Druk is wel heel groot op de 18-jarige Joegoslavische. Die hier voor de tweede maal speelt in Toronto. Of in ieder geval bij deze kampioenschappen, de Open Canadese. Want die worden om de beurt het ene jaar gehouden in Toronto en het andere jaar in Montreal. Afwisselend met het mannentoernooi. Mannentoernooi, Master Series toernooi is dat overigens. Werd dus dit jaar een paar weken terug in Montreal gehouden. En volgend jaar dan wisselen ze weer van locatie.
Monica Seles serveert 4-3. En ze serveert met nieuwe ballen. De tweede bal die via de netband aan de andere kant valt voor Dokic. En dat brengt die stand op 4-2. Nog steeds in het voordeel van Seles. De netballenstand 0-30. Neemt wat meer tijd, Seles, bij deze stand. We zitten natuurlijk nu toch wat verder in de set. Dan worden de punten ook zwaarder, belangrijker. En twee breekkansen voor Jelena Dokic. Twee op rij. En dat betekent dan dat ze in de laatste drie games, dus deze daarbij geteld, in alle games breekkansen heeft gehad, één of meer. Nog één kans over voor Dokic. Ja, de zon is een factor aan die kant. Oh, wat jammer. Wat ongelooflijk jammer. Juist. Ik kon het niet helemaal zien, maar volgens mij was dit een goede keuze. Alleen ze maakt bijna geen zwaaibeweging. Die heb je toch nodig om die bal snelheid mee te geven. Voldoende en effect vooral ook. Baseball is een populaire sport in Amerika en ook in Canada. En daar had deze klap veel weg van zo'n home run slag. Maar Seles die stevend toch heel consequent op haar doel af. En nog een ace. Dit keer naar buiten. Het is de eerste keer dat ze een ace slaat. Op die plek. Met zo'n bal naar buiten. De zesde van de wedstrijd. En het staat 5-3. En zo heeft ze opnieuw breekkansen, twee stuks, overleefd. En in het totaal al 5 in de laatste 3 service games. Love 15.
13-0. Schitterende bal. Voluit geslagen, zuiver geraakt. Heerlijke bal. 13-14. Ze moet weten, Dokic, dat ze helemaal niet zo ver af zit van meer succes. Van grip krijgen op de wedstrijd. Tweede ace. 14-15. En een sterke service game van Jelena Dokic. En weer komt zijn game terug. En mag Celis zometeen aan de andere kant van onze korte pauze de wedstrijd op eigen service gaan uitmaken. Als haar dat lukt. Daarin zaten 5 breakkansen in het totaal voor Jelena Dokic. Geen enkele benut. Ik ben dus heel benieuwd hoe ze het ervan af gaat brengen in deze belangrijke opslagbeurt. Het gaat om een plaats in de kwartfinale van het vrouwentoernooi van Toronto. Ook Canadese tenniskampioenschappen. En ze begint goed, Dokic. Wordt zeer... Ze wordt aangemoedigd door een aantal mensen.